De nieuwe privacywet AVG zorgt voor behoorlijk wat onrust bij bedrijven, instellingen en verenigingen. De Rabobank Noord- en West-Twente nodigde daarom haar cliënten uit voor een kennis-event om hun kennis van de AVG up-to-date te brengen. Wij zijn gevraagd als advocaten verbonden aan Muldervergeel-advocaten en bedrijfsadviseurs om hier eigenlijk te komen vertellen over de privacyverordening, de AVG. En wat voor gevolgen dat heeft voor ondernemers in brede zin, maar ook bijvoorbeeld besturen van stichtingen en verenigingen. Want er gaat natuurlijk nogal wat op iedereen afkomen. Is eigenlijk zelfs al gaande, want 25 mei jongsleden is de AVG ingegaan. De verordening is vanuit Europa. Het komt voornamelijk uit een verandering van de technologieën. En een verdere over de grenzen heen handelbedrijven. De wet bescherming persoonsgegevens, onze Nederlandse wet voor de AVG was, voortgevloeid uit een Europese richtlijn, nog uit de jaren 90. Nou, je kunt zich voorstellen wat er allemaal aan technologie is gewijzigd sinds de jaren 90. En dat dan op een gegeven moment ook zo'n die wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens moet worden gemoderniseerd. Er zijn een heleboel schandalen ook in de media geweest over de verkoop van gevoelige gegevens. En het was toch echt wel nodig om daar heel duidelijke afspraken over te maken. En ook om die internationaal uniform te houden. Om te zorgen dat in elk land binnen Europa dat op dezelfde manier gehandhaafd wordt. Dus ja, die AVG die was wel echt nodig. Het is wel echt wel bedoeling dat de autoriteit persoonsgegevens dit streng gaat handhaven. Dat wordt nu ook vanuit Europese context van je verwacht als verwerkingsverantwoordelijke. En autoriteit persoonsgegevens kan echt fikse boetes opleggen. Dan hebben we het echt over 10 miljoen of tot 20 miljoen zelfs kan het oplopen. Dus dat zijn flinke bedragen. En daarnaast geldt ook nog eens dat je naar een betrokkenen toe gewoon aansprakelijk kunt zijn voor de schade die ontstaat op het moment dat je niet aan de regels houdt. Dus ja, dat wordt echt wel streng gehandhaafd. Wat kunt u nou als professionals aanraden aan werkgevers, maar ook verenigingen, instellingen, hè? Ook vrijwilligersinstellingen? Ja, de belangrijkste tip is denk ik dat alle bedrijven en alle verenigingen die moeten zich eigenlijk afvragen, laten wij naar de buitenwereld toe, laten wij aan de autoriteit zien dat we het serieus nemen. Zijn we hiermee bezig? Kijk naar je processen. Realiseer je dat elk persoonsgegeven dat je verwerkt gevoelig is. En dat je voor elk persoonsgegeven dat je verwerkt een goed verhaal moet hebben. Waarom doe je dat? Hoe lang bewaar je ze? Ik denk dat de belangrijkste tip is dat je daar gewoon bewust van wordt. Rufano houdt zich bezig met alles wat met documentprocessen binnen een organisatie te maken heeft. Dat kan enerzijds aan de voorkant zijn bij een printer of een multifunctional dat een documentje wordt afgedrukt. Andersom scannen we ook wel eens afgedrukte documenten in. En op het moment dat je documenten ergens naartoe wilt scannen, ja, dan wil je er wel voor zorgen dat ze ook door alle mensen binnen je organisatie weer op de goede manier terug te vinden zijn. Een van de grondslagen van de nieuwe wet is dataminimalisatie. Want persoonsgegevens mogen eigenlijk niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk is. En er moet een doel bij bepaald zijn. En daarom zeg ik wel eens, op het moment dat je dus documenten bewaart of daarmee gaat werken met persoonsgegevens erop, dan adviseer ik organisaties altijd om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ik zie het eigenlijk, ik vergelijk het wel eens met bijvoorbeeld de sleutels die je een vast plekje geeft in je huis. Zo geef je bepaalde documenten ook meteen een vast plekje, zodat A, het document meteen terug te vinden is voor iedereen binnen de organisatie. Maar B ook, op het moment dat het om persoonsgegevens gaat. En die moeten bijvoorbeeld verwijderd worden of daar moet wat mee gebeuren. Dan kun je er door middel van goede systemen voor zorgen dat zo'n document tijdig en correct verwerkt of verwijderd wordt. Ik krijg natuurlijk van veel klanten vragen daarover. Hè? Over de AVG, wat het voor hun doet, waar ze rekening mee moeten houden. En wij leveren en organiseren vooral de technische aspecten voor hun. Hè, waar moeten ze aan denken om te zorgen dat ze compliant zijn? Dus waar moeten ze voor zorgen wat moeten ze doen aan maatregelen om te zorgen dat de kans dat ze een datalek hebben of niet aan de wet conformeren, dat die zo klein mogelijk is. Wat is de meest voorkomende fout die gemaakt wordt? Waardoor zijn de grootste datalekken? De grootste datalek is over het algemeen toch wel het verkeerde mailadres en de verkeerde gegevens naar de verkeerde personen sturen. Een andere die veel voorkomt is een gestolen of verloren laptop. Waar misschien nog bedrijfsdata op staat en wat gestolen wordt uit een auto of achterblijft op de parkeerplaats. En daardoor mogelijk data van een bedrijf ergens anders terechtkomt dan zou moeten.
u waarschuwt daarvoor en u kunt dat voorkomen. Hoe voorkomt u dat dan? Nou, wij zorgen voor passende maatregelen. Dus wij kunnen bijvoorbeeld voor zorgen dat we bedrijven adviseren of zo inrichten dat bepaalde gegevens niet zomaar opgeslagen worden op dat soort media, dus op een USB-stick terecht kan komen. Of als het nodig is dat het toch uit het pand moet komen, dat het versleuteld opgeslagen wordt. Of versleuteld verstuurd wordt, zodat de data alleen toegankelijk is voor degene die de code heeft om het te ontsleutelen. Dat is een kwestie van software? Over het algemeen wel. En dat hoeft ook helemaal niet kostbaar te zijn. In heel veel gevallen is het meer dat het al aanwezig is, maar dat het niet ingericht is. Zijn de meeste bedrijven zich er nu van bewust dat deze nieuwe wet toch behoorlijke consequenties kan hebben? Ja, ik denk het wel. Er zijn natuurlijk nog veel bedrijven die nog steeds aan de bak moeten. Maar ook vanavond de opkomst is hoog. We hebben vijf, zes keer vaker deze sessies gedaan. En eigenlijk binnen no time zijn alle plekken bezet. Dus het leeft wel heel erg. Dus ik denk dat veel bedrijven en instanties er wel degelijk mee bezig zijn.